Amerika is net op tijd voor dit feest een enorme hindoe-tempel geopend. Het is de grootste buiten India en geeft aan hoe groot en invloedrijk de groep Amerikanen van Indiase afkomst is. Dit is niet India, dit is een uurtje buiten New York. De Askardaam-tempel is 1,5 keer zo groot als het Vaticaan, versierd met 10.000 standbeelden. Net op tijd af voor Diwali, de grootste hindoe feestdag. This is a very central location and we have a lot of Hindu population around this place as well. That's how the site was selected. De tempel werd gebouwd dankzij donaties en vrijwilligerswerk. Chemisch ingenieur Chaitali was even bouwvakker. I helped to help grout and grout? Seal. Like the statues or what? It was actually the flooring. The tiles? The tiles, like, yes. And I got to learn a new skill and also strengthen my own personal growth. Binnen overal marmer en gouden standbeelden van de goeroe van deze tak van het hindoeïsme. Er wonen in de VS 4 miljoen mensen van Indiase afkomst, die ook de meest vermogende immigrantengroep zijn. 13.000 medewerkers en $95 miljoen budget. Deze tempel zegt ook iets over de toegenomen macht van Indiase Amerikanen. Vrouwen van Indiase afkomst vieren hun succes met een boottocht. De VS laat pas sinds de jaren 60 alleen hoogopgeleide Indiase immigranten toe, vertelt psycholoog Sue Varma. A lot of these people are self-made. They've come from India. They've left their families behind. But education is such a big part of our culture. En de nieuwe Amerikanen tonen hun ambities. De half-Indiase Kamala Harris is vicepresident. Sundar Pichai, de baas van Google, is een Indiase immigrant, net als Satya Nadella, die Microsoft leidt. It's very exciting time to see somebody that represents you, that looks like you, in a position of authority, because it gives hope to the rest of us that we don't have to be boxed in. Of het nou op een boot is in de East River, of in contemplatie in een nieuwe megatempel, Amerikanen van Indiase afkomst timmeren aan de weg.